Ik ben heel blij dat ik me vanaf vandaag voorzitter van BOVAG mag noemen. Uw voorzitter. Het liefst zou ik u allemaal persoonlijk hebben begroet, de hand hebben geschud en even hebben gesproken over hoe het met u gaat en met uw bedrijf. Maar corona heeft ons allemaal in de greep en maakt dat we dit helaas op deze manier moeten doen. We staan hier in een leeg BOVAG-huis. De medewerkers zitten thuis te werken op hun laptop, zoals dat in heel Nederland op dit moment gebeurt. We staan hier naast een steeds stiller wordende A12. En die is symbolisch voor hoe de Nederlandse economie langzaam tot stilstand lijkt te komen. En daar worden uw bedrijven en onze branche kei en keihard door geraakt. En dat terwijl wij, BOVAG, nou juist willen dat het rolt in dit land. Peter Niesink, de algemeen directeur van BOVAG en zijn medewerkers zijn 24 uur per dag bezig om de schadelijke effecten van deze crisis zoveel mogelijk te beperken voor u en voor de andere BOVAG-leden. En vanaf vandaag sta ik daarnaast en zal ik helpen, want alle hens is nu aan dek. En hoewel het even zal duren voordat wij elkaar persoonlijk zullen ontmoeten, wil ik dat u weet dat uw zorgen vanaf vandaag ook de mijne zijn. Totdat Nederlanders weer kunnen gaan en staan waar ze willen. Totdat ze zich weer kunnen bewegen op de manier waarop ze dat willen. Op twee of op vier wielen, zakelijk of privé, zullen we er alles aan doen om zoveel mogelijk van u op een zo goed mogelijke manier uit deze crisis te laten komen. Dat is prioriteit nummer één. Natuurlijk zijn er ook andere zaken die vanaf vandaag mijn aandacht hebben. Zaken die te maken hebben met de enorme transitie die onze veelkleurige branche moeten ondergaan. Denk aan elektrificatie, CO2-doelstellingen, de rol van de overheid, zeker als het gaat om het fiscale dossier. Het liefst een betrouwbare overheid, maar die hebben we niet altijd gehad. Denk aan de veranderingen die plaatsvinden tussen retail en wholesale. Allerlei innovatieve nieuwe producten die op de markt komen. Een hele andere beleving van consumenten en mobiliteit. De schaalvergroting tegen hele kleine marges die zeker nu extra onder druk staan. Dat alles is iets waar ik voor sta te trappelen om aan te beginnen. Maar totdat dit BOVAG-huis weer vol zit en de A12 weer vol loopt en de economie letterlijk weer rolt, Nederlanders kunnen gaan en staan waar ze willen en ik u eindelijk de hand kan schudden, tot die tijd staat gezondheid voorop. Gezondheid voor u, voor uw medewerkers en voor uw bedrijf. En daar gaan we ons vanaf nu dag in dag uit voor inzetten. Tot die tijd, hou u taai en blijf gezond.